NOS Studio Sport. Goedenavond, welkom bij Studio Sport. Op dit late tijdstip praten we hier een half uur lang bij over alles wat er vandaag gebeurde in de Tour de France. Gisteren mochten de renners aan de voet van de Pyreneeën genieten van een rustdag. Misschien wel heel belangrijk, want vandaag volgde de 15e etappe. En het kon wel eens een van de belangrijkste etappes worden in deze Tour de France. Want vooral de Spaanse ploegen hadden aangekondigd een aanval te gaan openen op het geel van Lance Armstrong. Want er zou er vandaag niets gebeuren aan de riante voorsprong van de Amerikaan, dan zou het wel eens kunnen zijn gedaan met de spanning in deze Tour. De Tour bevindt zich in Zuid-Frankrijk, om precies te zijn in de Franse Pyreneeën. En de renners gaan vandaag van Saint-Gaudens naar Puy-en-Galie. Vandaag dus de 15e etappe, een rit over 173 kilometer met een zwaar parcours. Want het peloton kreeg te maken met enkele pittige bulten. Daar doemen de Pyreneeën op, het laatste serieuze obstakel op weg naar Parijs. Vandaag komen de renners vijf cols van de eerste categorie tegen. De sfeer bij de start vanochtend in Saint-Gaudens was dan wel liefelijk, maar schijnbedriegt. Het wordt voor de renners vandaag lood en loodzwaar. Daar komen de bussen van US Postal van Lance Armstrong, die altijd op het laatste moment naar de start gaat. In het voorbijgaan trekt hij gauw nog een gast naar binnen. Van de nummer 1 naar de nummer laatst, Jay Sweet, die hier een hart onder de riem gestoken krijgt van Phil Anderson, want het wordt een eenzame dag. Just made a little joke with this one year. He said I'm going to be the only one at the feed zone. I said yeah, me too. So you know, we'll see what happens. I'll give it my best. And legs have recovered a little bit. Had a massage and a nice ride yesterday. So yeah, hopefully today I can get through it and start again tomorrow. We'll wait for you, okay? Okay, no worries. Jay Sweet, de debutant, zal een goede groep moeten zoeken om de bergen over te rijden. De bus. Erik Dekker weet daar alles van. De eerste klimmen waar het spel op de wagen gaat, dan zal er weinig bus worden gemaakt, denk ik. En wat maak je dan mee als eenzame renner de eerste calls? Dat wil je niet weten. Nee? Nee, dat is rijden voor je leven ervan afhangt en kijken waar het schip strandt. Ik dacht, misschien kunnen jullie die Jay Sweet een beetje de berg over helpen. Die arme jongen die heeft het al zo zwaar gehad in de Alpen, is het nummer laatst. Maar daar zou je dan weinig tijd voor hebben, denk ik. Nee, die jongen, dat is, die heb ik de laatste dagen geobserveerd. Die heeft het echt slecht. Dat hij het zover heeft gebracht is al knap. En die zal het vandaag heel erg moeilijk krijgen, ook als ze gelijk in gang schieten. En het is ook maar weer afwachten hoe moeilijk Michael Bogert het krijgt in de Pyreneeën. Hij zal in ieder geval geen rol van betekenis gaan spelen. Nee, alle ogen zijn gericht op Banesto, de ploeg waarvoor Miguel Indurain ooit 5 keer de Tour won. Als iemand een bedreiging voor Armstrong kan zijn, is het Zule. Alex, wat zijn de plannen vandaag? Nou niet. Hoe moet de Zwitser die bijna 8 minuten achter staat het aanpakken? We vragen het aan een ex-bergkoning, nu chauffeur bij de Belgische TV. Ik zou alleszins van in het begin de koers zo lastig mogelijk maken. Ik zou mijn ploeg doorrijden, op iedere berg een beetje tempo rijden. Dat Armstrong al krachten verspeeld heeft tot de voorlaatste beklimming. En ja, daar moet hij zelf het initiatief nemen en proberen weg te gaan. Proberen, zeg ik ook, want het zal niet zo gemakkelijk zijn. Zoals we Armstrong nu zien klimmen, met die kleine versnelling ook. Hij is zoveel verbeterd in de beklimmingen dat het bijna een onmogelijke taak is voor de klimmers die hier in deze ronde zijn. De bergkoning dit jaar is Richard Virenque. Van hem wordt vooraf ook nog iets verwacht. Maar hij is geen bedreiging voor Armstrong, die, als hij deze Tour wint, in ieder geval 4 criteriums in Nederland rijdt. Boxmeer, eerste keer. Vervolgens in Kaam. Daarna in Heerlen en als laatste Roosendaal, de draai van de kaai. Dus 4 keer heeft hij onderschreven en we verwachten hem daar met zijn gele trui. Maar dan moet er vandaag niks misgaan. Rond de klok van 11 vertrekken de renners voor 173 loodzware kilometers. Met in de groep Jay Sweet. En de vraag is, haalt hij het wel of haalt hij het niet? Dat was niet zozeer de vraag die Lance Armstrong bezig hield vandaag. Dat hij het haalt, dat staat wel vast. Het ging er alleen maar om hoeveel schade zou hem vandaag berokken kunnen worden. Want immers, dit was de rit waarin het moest gebeuren. Als iemand tenminste nog wat kon. Voorlopig waren er niet zo gek veel problemen. We zijn bezig met de beklimming van de voorlaatste col, de Col de Val-Laurent-Azay, op 30 kilometer van de aankomstlijn. En dan is het Fernando Escartín die het initiatief neemt. De hele dag al zijn ploegmakkers actief geweest bij diverse ontsnappingen. Zij vormden een bruggenhoofd waar uiteindelijk Escartín van mannetje naar mannetje sprong en nu dus zelf aan de leiding gaat.
Armstrong weet dan dat hij moet reageren. Escartin staat vijfde in het klassement op een 8 à 9 minuten. Dus echt gevaarlijk is hij niet meteen, maar je moet hem ook niet laten gaan. De tempoversnelling wordt al gauw anderen fataal. Stefan Eulo bijvoorbeeld heeft het moeilijk. En wat te denken hier van Pavel Tonkov. Hij komt bijna niet omhoog. Hij wel, Fernando Escartin. Alleen in de beklimming van die Col de Valouron AZ. Dat is het verschil inderdaad. 8,53 op de gele trui. En de problemen zijn hier voor Abraham Olano. Het gaat omhoog en hij kan niet meer mee. Hij was de nummer 2 in het klassement, maar dat kan hij niet volhouden. Hij wordt vandaag een van de grote verliezers. Het verlies van Armstrong blijft vooralsnog beperkt. Ook dat van Vieranke, die meegaat als Armstrong een tempoversnelling doorvoert. Casero, de kampioen van Spanje, zit daarbij. En Alex Zule, natuurlijk. Alex Zule, ook een man in de top van het klassement, is dan uiteindelijk, op dit moment althans, de enige die een beetje aan kan klampen bij de gele trui van Lance Armstrong. Toch knap dat die gele truidrager zelf in de tegenaanval gaat. Echt nodig is het niet, maar hij laat zien dat hij gewoon de beste, de sterkste is. Inmiddels dan Fernando Escartin op de top gekomen. En dan is het wachten zometeen op de rest. Veel enthousiasme bij het publiek, veel Spanjaarden natuurlijk, want we rijden langs de Spaanse grens. En dan de nummers 2 en 3 bij de beklimming Dufault en Perron op een achterstand van 1 minuut en 11 seconden. Daarachter komen dan Ellie, Thomas Garcia en de verrassend sterke Belg Koert van der Wouwer. En dan gaan we straks kijken naar de groep Armstrong-Zule. Die komt hier aan en passeert de top op een achterstand van 2 minuten en 52 seconden. Een veertigtal seconden daar weer achter dan de groep Vieranke. En op grote achterstand de Spanjaarden die Abraham Olano omringen. Dan een lastige afdaling en die wordt Vladimir Belli bijna fataal. Kijk wat hier gebeurt. Hij kan de bocht niet houden en daar gaapt een grote afgrond. Maar gelukkig voor Belli, het loopt goed af. Op centimeters mist hij een diepe val. Inmiddels dan de gele trui. Aangesloten bij het groepje van Koert van der Wouwer, van Ellie en Garcia samen met Zule. Er gebeuren, we hebben zo net de bijnaval van Belli gezien, toch rare dingen. Dit is de Spanjaard Beltran en ook hij ontsnapt aan een diepe duikeling. Want net op het goede moment laat hij zich vallen en blijft nog voor het ravijn liggen. Er staat ook de ploegleiderswagen van onze en dat zou kunnen betekenen dat daar problemen zijn voor een van die mannen. Het is, jawel, Abraham Olano zelf. Nou ja, hij had toch al een grote achterstand, dan kan dit er ook nog wel bij. Het was bepaald zijn dag niet. Olano terug in gang. En dan gaan we kijken wat er verder allemaal gebeurt. De gele trui daar met Zule. En dat groepje dat is weer groter geworden, want ook de groep Vieranke heeft weten aan te sluiten. Escartin is dan inmiddels bezig met de laatste beklimming, want de finish is op de top van een berg vandaag. Het is niet mooi, maar het gaat wel hard wat Escartin doet. Dan opnieuw de tegenaanval van de goede gele truidrager. En Zule die het tempo niet kan volgen. Of moet je eigenlijk zeggen, Zule die verkiest in eigen tempo naar boven te rijden. Want dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En is het dan niet indrukwekkend om te zien hoe makkelijk die gele truidrager naar boven gaat? Hier koersend in het wiel van Laurent Dufault. Indrukwekkend. Hij, Escartin, slaat de toeschouwers als horzels van zich af. Want hij weet wat er gebeurde met Garini op weg naar de Alpe d'Huez. Weg. Ik moet erdoor. En dan Alex Zule. Hij heeft weer aan weten te pikken bij het groepje van Vieranke en al die anderen. En kijk dan eens hier naar de symboliek, de cynische symboliek in de berm. De man met een grote injectiespuit. De renners zijn er vooralsnog niet gevoelig voor, maar moeten toch een beetje begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. Inmiddels dan is Fernando Escartin begonnen aan zijn laatste kilometer. Een prachtige solo en die wordt beloond met de etappe-overwinning. Hij rijdt zijn 8e Tour de France, won nog nooit een rit, maar vandaag gaat het gebeuren. Vieranke wil dan nog wel even versnellen voor het bergklassement. Krijgt de gele truidrager mee in zijn wiel. En ook Alex Zule weet aan te klampen. Casero beneden in het beeld haakt dan af samen met Koert van der Wouwer. Escartin in zijn laatste meters. En eindelijk gebeurt datgene waar hij zo vele jaren voor gewerkt heeft. Vaak eindigde hij kort in een klassement van de etappe. Vandaag is hij echt de beste. Het is hem van harte gegund door een ieder. Dan gaan we wachten op de nummers 2 en 3. Dat zullen dan Vieranke en Zule moeten zijn. Daar komen ze inderdaad. Geen cadeautjes door Zule gegeven. Hij pakt de tweede plaats voor Richard Vieranke op ruim 2 minuten achter Escartin. En geen gevaar voor de gele truipositie. Armstrong finisht kort daarachter en verliest slechts een handjevol seconden ten opzichte van Zule.
De grote verliezer vandaag is, we hadden het al gezien, Abraham Olano. Ook bij de finish wordt het nog eens weer onderstreept. Hij komt binnen in gezelschap van ploegmaat op ruim 7 minuten. Maar dat doet niets af aan het feest van die andere Spanjaard, Fernando Escartín. En dan begint het lange wachten. Er komen plukjes renners binnen en uiteindelijk na meer dan een half uur meldt zich het eerste busje. Nederlanders? Ja, daar achterin, de eerste, Mark Lots. Ik heb zo lang mogelijk proberen aan te klampen en op een gegeven moment een mooi groepje opgezocht. En ja, het was niet zo'n grote groep, er zat blijkbaar nog een hele groep achter. En, ja, we zijn gewoon goed naar de finish gereden en we zijn gewoon op tijd binnen. Dus aan die andere groepen wordt het echt heel spannend, dus dat is niks voor mij. Ik wil wel prijs halen. Ja, beste Nederlander. Ja, mooi, hè? Met de 80ste plaats zeker of zo. Ja, dat is ongelooflijk. Normaal gesproken zeg je van ik probeer Bogert aan de voet van de berg te krijgen, dan mag hij het zelf uit gaan zoeken en nu ben je voor Bogert. Ja, maar we weten gewoon dat Michael niet bij de eerste 20 kan komen. En dan hij heeft vandaag ook voor zijn eerste keer in zijn leven volgens mij in de bus gezeten, dus hij zal wel lachend hier binnenkomen. Nou, lachend was niet bepaald de juiste omschrijving. Die bus kwam 5 minuten later dan de bus van Lots met de andere Nederlanders, Jonker, Dekker, Den Bakker en Bogert. Logische vraag, hoe is het met je? Slecht. Ja? Afgezien, man. Is niks voor mij dit. Ik word het eerst van je leven in de bus, hè? Ja, zoiets, ja. Ja, dat maakt niet uit. Zo goed was ik ook niet vandaag. Ook net binnen de tijdslimiet? Ja, dat weet ik niet. Maar we zijn met een grote groep, hè. Dat zijn allemaal een beetje vreemde mannen. Ze worden allemaal gelost. En aan de laatste klim gaan ze ineens volle bak rijden. Een beetje vreemd allemaal. Dat begrijp ik ook allemaal niet zo goed. Ik ken de regels van de bus nog niet zo goed, geloof ik. Er was nogal wat oneenigheid hier en daar. Of het wel of niet zouden redden en of het nodig was dat we het zouden redden. Maar goed, de groep was zo groot. Je zou kunnen zeggen als jullie het niet hadden gered. Want jullie komen nu net op tijd binnen. Maar als je het niet had gered, had de organisatie jullie natuurlijk nooit uitgekegeld. Zeg nooit, nooit. Ik vind toch dat je je best moet doen om op tijd binnen te komen. En dan kunnen ze wel roepen, vooral jongens die niks te winnen of te verliezen hebben. Van, we hebben tijd genoeg, of we te laat komen, dat maakt niet uit. Want de groene trui is bij ons en 60 man, 70 man. Maar daar moet je niet van uitgaan. Ik denk dat je toch moet proberen. Goed, maar dan is er dus een discussie in die bus. Hoe gaat dat dan? Wie zijn dan de woordvoerders? Ach, er wordt in eerste instantie werd er eigenlijk niet echt goed doorgereden. Een afdaling en op een vlak stuk. Dat vond ik een beetje stom. En later deden ze dat dan wel. Maar ja, dan heb je toch alweer tijd verloren die op het laatst misschien tekort kan komen. Maar ja, de discussie ging er. Ja, Boortman, die jongens van de gele trui natuurlijk, van Armstrong. Ja, die hebben natuurlijk wel wat te verliezen, dus die gingen tempo maken, de jongens van Zabel ook. Ja, dan is het het een of het ander. Dit was wel de zwaarste, denk ik, hè, tot nu toe? Tot nu toe wel, maar ja, morgen weer, dus wie weet. Wat een vak, hè? Oh, ja, geweldig. Veel succes morgen. Dankjewel. Hey, ken jij mij duwen? Hij mist een setje. En was het dan allemaal kommer en kwel? Nee, er was in ieder geval één met een positieve reactie. Ik was een van de betere van de bus, zeg maar. En ja, ik krijg het alweer weer moraal van. En, ja, je lacht weer, dat is lang geleden. Ja, dat is zeker lang geleden. Maar het is gewoon belangrijk als je. Ook voor mezelf weer een beetje goed gevoel had. Dat je zo'n bergrit normaal. Want de dagen hiervoor was echt een ramp voor mij. Zoiets heb ik nog weinig meegemaakt. En dan denk je gewoon, het is over en uit. En de rustdag heb voor mij toch redelijk wonderen gedaan, denk ik. En ook toch de Tour zo tot een goed eind te brengen. En misschien dat we die vlakkere ritten toch nog wat uit kunnen gaan spoken. Hè? Dat we dan nog een keer een knal op kunnen geven. Je weet het niet. We zijn hier toch, dus. Onthoud die woorden, nog een knal kunnen geven. En dan Jay Sweet. Hij was al de nummer laatst van het klassement en komt nu ook nog te laat. 5 minuten nog wel. 6 calls is too much.
Jay Sweet. Meer dan 38 minuten achter Fernando Escartín. En voor hem was het eindelijk het moment van glorie. In 1996 sloot hij de Tour de France af met een 8e plaats. Het jaar daarna werd hij 5e, zonder ook maar 1 etappe te winnen. Maar vandaag was er eindelijk het dagsucces. Eindelijk won hij een etappe in de Tour de France. Se siente sobre todo mucha emoción y echar la vista atrás y piensas en todo el sacrificio que te ha costado llegar aquí. Todas las veces que has luchado por una victoria que no la has podido conseguir y bueno, al fin y al cabo todo ese sufrimiento pues ha merecido la pena. Y antes del podio, cuando cruzabas la meta, ¿qué es lo que se siente ahí? Cuando ya también bueno, el trabajo ha sido realizado, ¿no? Tremenda, ¿no? Piensas en la familia, la novia, en todo. Yo también se lo dedicaba, se lo he dicho a ellos que se lo dedicaba, ¿no? Sí, por supuesto que si quieras que no. Son los que más sufren, ¿no? Y a ellos les dedico la victoria, junto al equipo que ha hecho hoy un trabajo sensacional, ¿no? No, Escartín was getting a lot of time, and I know he was about 8.5 minutes down on classification, so I could allow him some time, but you never know what can happen, so I didn't want it to be 4 minutes and then have a crisis. It was better to go then at the time. Ik heb veel opgehaald op iedere favoriet, gewoon niet op Armstrong. En ik heb veel kracht gebruikt in die laatste dagen. Ik was content gisteren rustdag. Vandaag, ik denk niet gewoon ik, heel veel renners hebben moeite gehad. Het was heel warm. Heel speciale etappe. Geen stuk vlak. Gewoon begaf, begaf. En ik denk een ander thema is Armstrong heeft een goede ploeg. En nog een keer demonstreert dat hij nummer 1 is. Voel jij een beetje de morele winnaar van deze Tour? Nee, ik is nog niet klaar. Is nog niet klaar, maar niet wegen dat. Ik ben content dat ik momentaan in die situatie sta. Morgen in de aanval misschien? Oké, ik denk als je aanvallen, dan was dat vandaag een hele goede dag. Maar wie heeft er aangevallen? Ik denk de sterkste was Escartín en die heeft de etappe gewonnen. Want zo is het. Escartín wint de 15e etappe op ruim 2 minuten volgen Zülle en Virank. Daar 9 seconden achter Armstrong, dan Kuurt van der Wouwer op 2.37. Angel Cacero volgt in dezelfde tijd. Daniela Nardello wordt 7e. En dan volgen Laurent Dufault, Francisco Tomas Garcia en Vladimir Belli. Enkele andere grote namen. De achterstand van Abraham Olano bedraagt meer dan 7 minuten. Pavel Tonkov verliest meer dan 11 minuten op Escartín. Dan de Fransman Hulot, hij krijgt een klap. Zo ook etappewinnaar Guerini uit de telecomploeg. Garzelli wordt 56ste. Dan Vinokorov en laatste vandaag de Fransman Loder. 143ste op 38 minuten. Daniel Nazon en Jay Sweet kwamen te laat binnen en worden uit koers genomen. Mark Lotz, de beste Nederlander vandaag. Hij finisht als 67ste op 31-37 van Escartín. Erik Dekker wordt 73ste, dan Bogert, Den Bakker en Patrick Jonker in dezelfde tijd. De tijdslimiet lag op 38-23. Iedereen die daarna kwam mag morgen dus niet starten. De Nederlanders waren op tijd binnen. Het algemeen klassement. 5 bergen van de eerste categorie, eentje van de tweede. En de afstand was maar beperkt, 173 kilometer. Dat betekende dat de mindere renners hard moesten doorrijden om op tijd te zijn. Maar daar gaat het in feite niet om, want het gaat wie heeft de gele trui in Parijs. Wie is de sterkste, wie is de beste? Daar wordt veel over gepraat. Op het ogenblik komen we misschien nog wel even op terug. Wie ging Armstrong aanvallen? Waren dat de Spanjaarden? Ja, en dat lag in de lijn van de verwachting. Maar waren het de Spanjaarden die je kon verwachten? Erik Breukink, vind je dat de aanval in de grote Pyreneeën-etappe opgeleverd heeft wat wij dachten? Nou, we konden verwachten dat de ploeg van Kelme van Escartín dit zo ging spelen. Maar ze waren eigenlijk maar bij macht om dat alleen te doen. Escartín die 2 mannetjes vooruit stuurt in het begin, daarachter zelf gaat. En toont dat hij vandaag een van de sterkste was. Is hij een groot tacticus dan, Escartín, of zijn ploegleider of zo? Nou, dit terrein, dat kennen ze natuurlijk uitstekend. Ze hebben ontzettend veel klimmers in de ploeg, goede klimmers. Dus dan kun je zo rijden. Wat Armstrong deed, was dat wat hij moest doen? Ik denk het wel, want je kunt Escartín en Dufault, ja, die kun je wel even wat ruimte geven. Hij heeft het nooit meer als tussen de 2 en de 3 minuten is het altijd gebleven. En hij had het altijd toch wel een paar mannetjes bij zich. Hamilton en Livingstone die bleven toch lang in zijn buurt. Dus hij heeft het eigenlijk heel goed gecontroleerd. Er was een moment dat Dufault met Virange wegging en Armstrong bleef zitten. Snapte je dat? Ja, het was nog vrij vroeg in de wedstrijd. En ja, hij bleef tot half koers bleef hij eigenlijk heel rustig. Had hij vertrouwen in zijn ploeg. Hij liet altijd, zelfs Andreu kwam op een gegeven moment nog weer terug. Dus daar wachtte hij eigenlijk op om toch tot half koers een ploeg bij zich te houden.
Dan gaan we kijken naar een verder verloop van de wedstrijd. Eskartien is weg, die gaat de wedstrijd winnen. En dan op een gegeven moment zet Armstrong aan. Was dat het moment van de etappe? Ja, het moment van de etappe is natuurlijk ook de demarrage van Eskartien. Dat hij naar zijn ploegmaten toe rijdt, want ja, uiteindelijk wint hij de etappe. Maar op een gegeven moment moest Armstrong zelf gaan natuurlijk, toen Livingstone weg was. Ja, dan moet je er wel achter gaan, anders wordt de voorsprong veel te groot. Maar toen kwam Sule mee. Het had dit eigenlijk allemaal onder. Ja, wacht even. Eerst moet Sule passen. Virangen moet passen. En dan is er een grappig moment. Dan is het net of hij tegen Sule zegt van kom dan terug. Ja, ik geloof dat hij niet alleen wilde gaan nog. Het was nog een behoorlijk eentje. En hij had liever Sule bij zich. Daar wachtte hij even op. Dat was duidelijk. Was dat tactiek? Ik denk het wel. Ik denk dat het wel slim is. Als je toch weet dat je nog een eentje te gaan hebt. Eskartien die niet zo'n grote bedreiging is. Ja, dan kun je er beter met z'n tweeën zijn nog. En dan is er nog iets, vlak voor de finish. Laat hij zomaar die twee lopen? Ja, in eerste instantie dacht je dat hij in de problemen kwam. Misschien was het ook wel een beetje zo, maar hij liet het ook een beetje gaan. Hij was niet zo geïnteresseerd in een tweede plaats in de etappe. En Chilen en Virenk die staan natuurlijk bijna 8 minuten achter, dus geen probleem. Maar nu, Eskartien staat nu op de tweede plaats. Wat mag je nu van Eskartien verwachten? Ja, morgen is weer een dag natuurlijk. Weer wat grote calls. Ik weet niet wat de Kelmers dan gaan doen. Ze hebben vandaag natuurlijk wel hun beste krachten gebruikt. Maar ik verwacht dat ze nu gaan consolideren. Ze gaan allemaal rijden voor hun podiumplaats en voor hun klassering binnen de eerste 10. Dus ik denk dat een echte aanval op Armstrong zal er niet meer komen. Na de eerste Pyreneeën-rit ziet het algemeen klassement er zo uit. Lance Armstrong blijft leider. Hij overleeft dus de aanvallen op zijn leiderstricot. Fernando Eskartien ziet zijn aanval beloond met de tweede plaats en staat nu op 6-19. Alex Zule blijft derde, nu op 7-26. Dan Dufaux, Virank, Nardello en Casero en dan Abraham Olano. De Spanjaard verdwijnt uit de kop van het algemeen klassement. Hij was tweede en heeft nu een achterstand van 12-35 op Armstrong. Belly op 15-16 en dan Kurt van der Wouwer. Hij presteert uitstekend deze tour. Hij staat nu op 16-41 van Armstrong. Chance. Pavel Tonkov valt uit de top 10 en staat nu 12e. Hello zakt 10 plaatsen en heeft nu meer dan 22 minuten achterstand op Armstrong. Guerini inmiddels 25e op 31 minuten. Dan Gardelli op bijna 3 kwartier. Vooraf kanshebber Vinokourov heeft al bijna een uur langer op de fiets gezeten dan Armstrong. En laatste is nu de aanvallende Fransman Jackie Durand op 2 uur 42 minuten en 1 seconde. Chance. Beste Nederlander in het algemeen klassement, Michael Bogert. Hij zakt 5 plaatsen, is nu 59ste op 1 uur 21 minuten en 13 seconden. Lots is 80ste op 1 uur 45 en 46 seconden. Dan 91ste Maarten den Bakker en 92ste Patrick Jonker. 115e laatste Nederlander is Erik Dekker op 2 uur 8 minuten en 20 seconden. Erik Zabel houdt de groene trui. De telecomrenner staat nu 10 punten voor op O'Grady. De Fransman Capel is derde op fikse achterstand. En Richard Virank vergroot zijn voorsprong als drager van de bolletjestrui. Piccoli blijft tweede, maar staat inmiddels 69 punten achter. Armstrong is derde. De Franse televisie, in navolging van een van de Franse radiostations, meldt dan zomaar ineens in de late middag, vroege avond, dat er toch kleine sporen van corticosteroïden zijn gevonden in de urine van, jawel, Lance Armstrong. Dat verhaal dat loopt nu al vanaf Puy de Fou, vanaf de eerste etappe, vanaf de proloog van de Ronde van Frankrijk. In eerste instantie werd de Spanjaard Beltran zijn naam in verbinding gebracht met dat feit. Toen werd ook Bo Hamburger nog eens een keer genoemd. Maar nu komt steeds sterker naar voren dat zij, die mensen die daarmee bezig zijn in Frankrijk, om dat te analyseren, dat ze op de naam Armstrong gestuit zijn. Ik geef het door voor wat het waard is. De Franse televisie brengt het vanavond. De Franse radio heeft het al eerder deze middag gezegd. Het zijn geruchten, het is niet te bewijzen. Wel wordt erbij gezegd dat het gaat om een hoeveelheid die niet verboden schijnt te zijn. Het is hier een gekkenhuis als het gaat om doping en als het gaat om goed rijden. De Tour de France 1999 mag dan schoon zijn op Dierksens na. Het is wel een enge Tour de France aan het worden. Vooral wat betreft de invloed van de Franse pers. Ik geef het door als gerucht en niet meer dan dat. Het moet eerst maar eens bewezen worden. Aldus Mart Smeets. De Franse minister van Jeugd en Sport, Madame Buffet, heeft zich inmiddels gedistanceerd van de verdachtmakingen in de richting van Lance Armstrong. Zometeen kijken we naar de etappe van morgen. Eerst gaan we even terug in de geschiedenis. Morgen gaan we naar Pau.
Daarna pas komen we in Bordeaux uit. En in Bordeaux, daar winnen altijd Nederlanders. Tenminste, dat denken wij dat dat zo is. Maar daar hebben meer Belgen dan Nederlanders gewonnen in Bordeaux. Dat doet er niet de zaken. Morgen Po. Percentueel is Po zelfs een betere aankomstplaats voor ons Nederlanders. Want bijna 15% van alle overwinningen waren oranje gekleurd. De eerste was in 1938. Daar zijn geen beelden meer van. Theofiel Middelkamp wint in Po. Van 38 moeten we wachten tot 78. Dan is de volgende. Die jonge man komt uit Voorst. En dan komen er 5 van 98 tot verleden jaar. Weet u 4 van de 5 te noemen? We hebben beelden van alle Nederlandse winnaars. 4 van de 5 graag. Nog een paar honderd meter en dan gaat Henk Lubberding hier zijn feest vieren. Dan is hij etappenwinnaar in de Ronde van Frankrijk. Winnaar de 10e rit van Pierre naar Bordeaux. Henk Lubberding. Daarbuiten dan die groep ook het, op het parcours. En wij gaan zo aanstond kijken naar de eindsprint van Gerrit Knetterman. Maar hier nog eerst even de doorkomst van Jean-Luc van den Broeke, die er alles aan doet. Om... En hier komt Knetterman in die winteretappe. Fantastisch gedaan. We zouden het haast niet opgemerkt hebben in deze drukte van dit volle peloton. Maar de 10e Nederlandse etappezege is een feit. Mannen van Fontempi nu vooraan. Zou het zo zijn dat de Italiaan kans maakte op een sprintoverwinning? Op dit moment was al duidelijk dat Jean-Paul van Poppel er niet kwam. Etienne de Wilde trekt links-recht door en Fontempi gaat zelf aan de rechterkant. Rechts nu de Wilde met Adi van der Poel, links Fontempi en Finny. En van der Poel wint de etappe heel makkelijk en met een machtig gebaar. 1 van der Poel. Agnoluto wil, maar kan niet. Van Bon kijkt, Agnoluto zet aan en daar, nee, niet, schijnbeweging. Van kop af, Voogd van kop af, Lely gaat mee. Van Bon kiest voor wat? Van Bon, Van Bon, Leon van Bon. Leon van Bon met Voogd, Leon van Bon en Voogd. Leon van Bon wint de etappe, Voogd voor tweede, Lely derde, Agnoluto vierde. Middelkamp, Lubberding, Kneteman, Breukink, Van der Poel, Van Bon. Dat zijn de Nederlanders die hier op de Place de Verdun in... Paul wist het te winnen.